Ja, en dan zijn we terug uh, met onze volgende gast. En dat is geen onbekende als we de naam noemen. De, heet de naam Charles um, Streukelbrok. O, hey. Om oh, goedemorgen. Ja, hey, goedemorgen. <laughs> Welkom in <laughs> deze aflevering van de Mama Taki. Um, wat heb je voor ons meegebracht? Uh, dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, nou, we gaan uh, een paar tekenwedstrijden organiseren. En ik ben hier in de hoedanigheid als uh, directoraat cultuur. Mm -hmm. En wij gaan uh, eigenlijk een tekenwedstrijd organiseren waarbij een samenwerking is aangegaan met uh, de ambassade van Mexico in Port of Spain. En uh, ja, het is, een, uh, het is de 24 ste edition of de Children's Drawing Contest. Mm -hmm. ja. En uh, we praten over mm -hmm. een kinderwedstrijd die zal plaatsvinden. Wanneer? Zal dat plaatsvinden? Hoe dus, zal dat geschieden? Ja, dus het is, uh, ik moet zeggen, het is kortdag. Het was al eerder gepromoot voor mm -hmm. de coronatijd, maar toen mm -hmm. kwam corona en het ging via het ministerie van Onderwijs. En toen is het naar verschillende scholen gegaan, maar ik heb begrepen dat er heel weinig inzendingen waren. Mm -hmm. Maar nu hebben ze het naar het directoraat Cultuur gestuurd en Cultuur zegt: Nou, George, probeer het te trekken en kijken of je dan uh, toch veel inzendingen kan krijgen. Het thema is eigenlijk alebrijes en dat is eigenlijk uh, fantasiefiguren. Zoals in Mexico is men echt bezig met dieren, weet je, verbeelding van dieren en... en, en, en. Ja, het is, het is iets dat in hun cultuur is opgenomen. Dus ze hebben gevraagd dat ze dan eigenlijk uh, kinderen gaan stimuleren om fantasie dieren te tekenen. Mm -hmm. En ook met frisse kleuren en mooie kleuren. Dus het kan bijvoorbeeld een ezel met een, met een horen, een ezel met een vleugel. Een, 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 weet je dus, al dat soort fantasietekeningen uh, moeten de kinderen maken op een bepaald formaat papier. Dat is een A3 formaat. En je mag het inkleuren met verf, je mag het inkleuren met uh, kleurpotloden, crayon, wat je thuis hebt. Het is een opdracht dat je thuis moet doen. En uh, wat we ook hebben, is dat uh, er een, inschrijvings, uh, nee, een registratieformulier ja. En die mogen ze bij ons ophalen, en dat is bij ArtBlock. Weet je, dus dat, dat is, is dan. dan uh... hebben, no? Nee, dit is een andere. Okay. Dit is uh, dat is erbij gekomen. Dus mm -hmm. dat is dan eigenlijk vanuit Artblok. Maar mm -hmm. wat ik nu vertel, dat is vanuit uh, directoraat cultuur. Mm -hmm. Dus het is voor eigenlijk kinderen vanaf 6 tot, nee, tot 14 vanaf tot jaar. Mm -hmm. Dus elke kind van Suriname mag meedoen. En de tekeningen moeten wel volgende week al ingeleverd zijn. Uh, de ouders kunnen die tekeningen voor ons brengen bij Artblok. En Artblok is aan de verlengde Keizerstraat. Uh, op, uh, even kijken hoor. Het is volgens mij op 10 augustus. Vanaf 4 uur tot 7 uur. En dan krijgen ze een uh, inschrijving, een registratieformulier. En dan wordt dat bevestigd aan de achterkant. En dan wordt er een foto gemaakt en dat wordt gemaild naar uh, Mexico. Dus we willen dat uh, kinderen zodanig, uh, ze, zijn, ze zijn lekker thuis nu, dus ze kunnen zich focussen hierop. De allebrieës zijn, uh, je, je kan ook online gaan kijken wat ze allemaal zijn, wat ze betekenen. En uh, ik, ik weet dat kinderen heel creatief zijn. Dus ze kunnen echt mooie tekeningen maken. En eigenlijk Suriname ook op de kaart plaatsen. Want het wordt uh, ook gehouden in andere landen. En wat heel mooi is, er komt een hele grote tentoonstelling. Uh, in Mexico City zelf. En dan gaan we dan eigenlijk kinderen van Mexico laten zien. wat eigenlijk de andere kinderen van andere landen hebben gemaakt. Ja. En die expositie gaat reizen. Het gaat ook naar andere grote steden over de hele wereld. Ja. Dus als Suriname wint. Of in de selectieval, dan doet Suriname mee. En zo'n kind krijgt natuurlijk een grote ook prijzen. Ja, want wat de prijzen zijn, de volgende... weet ik niet hoor. <laughs> ik weet niet wat de prijzen zijn. Ja, ja. Maar ik neem aan dat er wel mooie prijzen aangekoppeld zijn. Ja, ja. En dat is in principe over uh, ja, de, de 24 e edition of the Children's Drawing Contest. Ja. Volgende week, uh, 10 augustus, moeten de. Moeten ze ingeleverd worden? Ja. Omdat wij dan nog een paar dagen hebben om alles. Weg te sturen. Ja. Dus we hopen echt dat kinderen uh, uh, die thuis zitten nu echt gaan werken eraan. Hou rekening een A3-blaadje, uh, dus A3-vel, of karton, dat mag ook. En je mag hem kleuren hoe je wil en, en weet je, je mag alles gebruiken. Maar de registratieformulier is heel belangrijk. Ja. En dat moeten de ouders. Uh... Ja, de ouders kunnen natuurlijk een beetje meehelpen, want het kind kan niet alleen komen. Dus die ouders kunnen bij ons komen of een Bellen, het nummer staat erbij. Dus dan kunnen we veel meer informatie delen. Hoeveel kinderen, hoeveel kinderen mogen deelnemen? Nou niet iedereen, uit. iedereen mag meedoen. Vanaf 6 tot 14 jaar. Het is open voor, weet je, voor alle kinderen tussen 6 en 14 jaar. Maar wat we ook daarna doen, want Artblok is ook niet stil gaan zitten. Want dan praat ik nu als Artblok, als voorzitter van dus van de kunstorganisatie, uh, mm -hmm. maar we hebben ook we weten dat kinderen thuis zitten nu, mm -hmm. weet je, de vakantie, ja, dus die mannen, ja. uh, weet je, hebben we tekenwedstrijden georganiseerd vanuit Arblock. Bijvoorbeeld uh, een thema is Corona Through Eyes of Children. Mm -hmm. Dus ze maken het mee, ze leven hier in Suriname, maar ook elders, maar. Wat maken die kinderen mee? Laat ze dat ook op papier voor ons zetten. Weet je, ze horen handen wassen, afstand houden, mond, neus, bedekkingen, Wie zijn onze helden? Weet je, blijf thuis, vaccin, alle soort dingen horen ze. Dus ze kunnen daarover ook een tekening maken. En dan, hebben we dus, en dan mogen ze dat, die tekeningen ook opsturen. Maar dat is dan op 22 augustus vanaf 11 uur tot 7 uur bij Artblok. En maandag ook op 24 augustus van 4 uur tot uh, 7 uur. Ja. En dan hebben we ook nog, uh, ook in verband met uh, corona, hebben we ook Maak een selfie. Dat is uh, waar kinderen nu ook mondmaskers. Mond, uh, hoe noem je dat? Mondbedekking. Ja, ja, en, ja. Mm -hmm. Dus zij kunnen ook eentje creëren. Eentje heel mooi maken of beschilderen. Of Dingen bij elkaar zetten, maar een hele creatieve. Ja. En wat ze moeten doen, is een foto maken. Ja. Met een, een smartphone. En je appt het naar mij toe. En dan gaan wij al die foto's verzamelen. En kijken wie de mooiste en de beste en de, origina de meeste originaliteit heeft. En de creativiteit heeft. Gaan we dan een prijsje geven? Ja. We hebben. Prijzen van uh, Subisco gehad, we hebben van Fernandes gehad. Dus we willen dan die kinderen een beetje thuis bezighouden, dat ze iets maken en dat ze ook iets kunnen mee. En we hebben zelf levensmiddelen die we willen geven. Ja, dus een, een, vrije, een, een... een vrije expressie. ja. ja, 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 ja. ja. Mm -hmm. We hebben ook speciaal voor de jongens dachten we ook van hé, hey, mijn robot, weet je, dat kinderen ook uh, uh, een eigen robot gaan maken. Want tegenwoordig heb je zoveel restmateriaal, weet je, natuurmateriaal die je kan gebruiken. Dus die kinderen kunnen dan ook heel leuk iets maken, maar wel driedimensionaal. Weet je dat je er omheen kan kijken, maar je kan ook in beweging zijn. Je kan doppen gebruiken, je kan dozen gebruiken, je kan uh, oude tandenborstel gebruiken, ja. je kan zoveel dingen ja, gebruiken. It, weet je, dus, ja, ja, ja. <laughs> nee, maar alleen maar om het idee te geven van, doe iets thuis ja. en dan kan je iets winnen. Weet je, ja. dan sturen ze dat ook hetzelfde. Uh, datum 22 en 24 augustus kunnen ze dat ook inleveren bij ons. Ja, dus ze uh, kunnen vrij creatief en thuis bezig zijn. Ja, helemaal. Want nee. ik bedoel, ze zitten de hele dag voor de televisie of, weet je, nee, het gamen, is dus bezig. iets ja, creatiefs. Ja. De ouders moeten ze een beetje gaan prikkelen. Mm -hmm. We hebben het ook op Facebook, weet je, dat mensen een beetje gaan stimuleren van, hé, hey, doe, doe toch iets ja, Maar merkt u bepaalde animo? Uh, dus we zijn nu al drie dagen mee, twee dagen mee begonnen. En het staat op Facebook. We hebben nu ook een krantenartikel. Weet je? Dus we willen mensen een beetje stimuleren. Mm -hmm. weet je, dat van die tekenwedstrijd internationaal, die moet wel heel snel 10 augustus ingeleverd worden. Ja. Maar die drie andere, die zijn tot 22 en 24, 24 augustus. Ja, ja. Okay. Dus dat is waarmee we bezig zijn nu. Dus uh, ja, omhoorlijk, je bent bezig. bezig. Inderdaad, ja, toch. inderdaad. inderdaad. <laughs> nee, nou, ja. Hebben we dat gehoord en, uh, uh, heer Charles ja. Um, ja, We blijven de ontwikkelingen volgen. Ja, man. Ja? Dank je wel. En bedankt ik... voor uw komst. Hi, thank yeah? you. Aye.